ben Joost IJsbouts, algemeen directeur van Koninklijke IJsbouts, familiebedrijf. Wij maken hier klokken, uurwerken en carillons. En dat doen we al 4 generaties lang. Mijn naam is Quirien ten Haar. Ik ben directielid van OAT. Wij zijn een allround tour operator. Bieden vakanties aan over heel de wereld. We zijn een echt familiebedrijf, omdat in 1924 mijn opa dit bedrijf gestart is. We hebben het altijd over multinationals, maar als je goed kijkt naar bijdrage in werkgelegenheid, bijdrage aan het bruto nationaal product, dan zijn familiebedrijven heel erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Nou, de kracht van het familiebedrijf, uiteindelijk zit hem in de betrokken familie, de betrokken aandeelhouders bij het bedrijf. En die betrokkenheid slaat vaak ook over op het personeel wat er zit. OAT is net als IJsbouts een van de tienduizenden Nederlandse familiebedrijven. Ze zijn de motor voor de economie. En dat belang wordt vaak onderbelicht. Uit recent onderzoek blijkt dat van de Nederlandse bedrijven 69% een familiebedrijf is. Ze verantwoordelijk zijn voor 53% van het bruto nationaal product en voor 49% van de totale werkgelegenheid. En dat betekent dat 4,3 miljoen mensen voor een familiebedrijf werken. Ook Koninklijke IJsbouts uit Asten is een echt familiebedrijf. De ambachtelijk gegoten klokken worden wereldwijd geroemd. Maar ook de familienaam draagt bij aan het internationale succes. Amerikanen, Japanners vinden het prachtig als ze het verhaal horen van een bedrijf wat al 4 generaties in bezit is van één familie. Daarmee wordt automatisch de link gelegd naar duurzaamheid, betrouwbaarheid, allerlei waardes waarvan je graag zou willen dat ze die toedichten aan jouw bedrijf. IJsbouts is sinds de oprichting in 1872 uitgegroeid tot een familiebedrijf met een miljoenenomzet en 50 man personeel. De Overijsselse autobusdiensten, beter bekend als OAT. In 1924 begonnen met 1 busje en is nu de grootste Nederlandse organisatie in de reiswereld. Een familiebedrijf met 2200 werknemers en een jaaromzet van bijna 1 miljard euro. Het familiebedrijf wordt gerund door alweer de 3e generatie. Door Quirien ten Haar en haar broer Julius. De kracht van ons familiebedrijf is de korte lijnen, het ondernemerschap en de passie. Absolute passie voor het vak. Wij hebben geduld. Wij hebben geen aandeelhouders die op elk moment van het jaar dividend willen. Maar dit zijn aandeelhouders die willen gewoon dat dit bedrijf er over 110 jaar er nog staat. Ook Ernst & Young heeft een omvangrijk onderzoek gedaan naar familiebedrijven in Europa. En daaruit blijkt dat ze het vaak beter doen dan andere organisaties. Volgens Marnix van Rij, specialist op het gebied van familiebedrijven, heeft dat vooral te maken met de lange termijn focus. Als je op de lange termijn gericht bent, in tegenstelling vaak tot beursfondsen die nou eenmaal soms in Amerika zelfs per kwartaal hun cijfers moeten laten zien, dan ben je dus ook bereid om investeringen te doen die pas over een langere termijn rendement kunnen opleveren. Je laat je niet opjagen. Wij vinden echt dat wij de specialist zijn op een bestemming en dat ook moeten zijn. Dat vergen wij ook van onszelf. En dat is echt wel een lange termijn visie, want een specialist dat ben je niet van vandaag op morgen. In het beroep wat wij hebben zijn we aangewezen op de vakmanschappelijke kwaliteiten van mensen die pas gerealiseerd worden naar lange dienstverbanden. En die karakteristieken die laten zich juist in een familiebedrijf heel goed managen en komen dan goed tot hun recht. Uit het onderzoek van Ernst & Young blijkt dat de kracht van het familiebedrijf dus allereerst zit in een helder lange termijn perspectief. Daarnaast hebben ze vaak een flexibel en doelgericht bestuur. Bovendien houden familiebedrijven beter talentvolle werknemers vast. En ze hebben een hechtere relatie met klanten en personeel. Uit ons onderzoek blijkt heel nadrukkelijk dat de klanten van familiebedrijven gemiddeld gezien meer tevreden zijn dan bij andere bedrijven. Dat betekent dus dat familiebedrijven heel erg investeren in die relatie met die klant. Daar komt weer die lange termijn om de hoek kijken. Ilse Matser, lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij stelt vast dat er nog veel te verbeteren valt. Er moet meer aandacht komen voor hoe kan je dat nou professioneel als familiebedrijf je tent runnen. Terwijl je recht wil doen aan dat familiale karakter. Nou, en dan gaat het bijvoorbeeld om simpele dingen als het vastleggen van afspraken in een familiestatuut. Wat wil je nou als familie met dat bedrijf? Ja, die ziet er goed uit, Bart. Zet hem daar maar neer.
De hechte familiebanden zijn een kracht, maar kunnen ook een valkuil zijn. Het is wel een gevaar dat dingen te veel blijven sudderen. Familieleden hebben soms de neiging om dingen niet uit te spreken, waardoor het heel lang iets doorettert totdat het dan uiteindelijk toch een keer escaleert. In een vaak een veel groter conflict dan als je het aan het begin goed had besproken. Die emoties vind ik juist wel heel goed, omdat wij juist tegen elkaar exact kunnen zeggen wat we ervan vinden. En dan ben je bottom line toch familie en dan kun je daarnaast gewoon weer gezellig een wijntje drinken. Dus die emoties, die zijn er zeker, maar die voel ik niet als bedreiging. Opvallend is verder dat familiebedrijven beter bestand zijn tegen crisissituaties. En daarmee leveren ze een waardevolle bijdrage aan de werkgelegenheid. Bij Koninklijke IJsbouwers is het al generaties gebruikelijk om de tering naar de nering te zetten als dat nodig is. Daar waar bij beursgenoteerde bedrijven altijd weer die druk blijft van op korte termijn succes hebben. En daardoor worden soms verschrikkelijk verkeerde besluiten genomen. Toch blijft opvolging en dus continuïteit een probleem voor veel familiebedrijven. De bedrijfsopvolging is cruciaal. En dan gaat het van de ene fase naar de volgende fase. Daar kan je niet van de een op de andere dag doen. Daar moet je goed over nadenken, moet je goed op voorbereid zijn. En je moet die opvolging moet je minimaal 5 jaar van tevoren al over nadenken. Vraag is, zit de opvolgende familie of niet? Nou, als dat niet goed geregeld is, dan zie je dat soms het voortbestaan van het familiebedrijf in gevaar komt. Ik werk er heel nadrukkelijk aan om te zorgen dat er continuïteit van bestuur is, ook als mij iets zou overkomen. Ik ben de enige met kinderen. Mijn kinderen zijn nog heel jong. En ik laat ze gewoon zijn wie ze zijn en als zij laten aangeven. Dat wil ik. En ze zijn geschikt. Dan staat de deur open. Familiebedrijven, de pijlers van de economie. En dat wordt nog te vaak onderschat. Het is heel belangrijk dat de toekomstige adviseurs, managementteamleden, opvolgers meer verstand krijgen en kennis krijgen van het specifieke aspecten binnen het familiebedrijf. Klokken die broederlijk hun werk moeten doen. En het mooie is dat in een carillon dat kleinste klokje net zo belangrijk is als die hele grote klok. Ja, dat wordt bijna poëtisch, maar het geldt eigenlijk in een familiebedrijf ook.